Eenzaam wou mijn God mij leren, wijsheid door een eeuwige geest. Die vervult mijn zielsbegeren, eenzaam wordt God best gevreesd. Dit gedicht is het gedicht wat Marietje Kamper heeft geschreven. Marietje was een van de 13 vrouwen die weduwe is geworden tijdens die zeeramp van 1868. Waarbij 26 vissermannen zijn omgekomen. En 13 vrouwen zijn daardoor weduwe geworden. Het is een onbeschrijfelijk verdriet, hè? Het was op een maandag in april dat onze vloot ging varen. Het was nog in de morgen vroeg, men dacht dan geen bezwaren. Het is geschreven door Klaas Kofferman, hulponderwijzer op Urk. Hij had een opleiding genoten, kwam uit een vissersgezin, maar hij ging naar de wal toe, volgde daar de opleiding tot hulponderwijzer. En zodoende, denk ik, of nemen we aan, kreeg je ook liefde voor taal. En dat blijkt ook uit dat gedicht waar hij in zo'n mooi Nederlands dat verhaal van die zeeramp beschrijft. De storm moet voort, verheft zich steeds. Men kan het nog niet beseffen. Als het weer nog langer zo aanhoudt, wat ramp en dan zal treffen. Eenzaam kon ik kennis krijgen van mijzelf en Gods woord. Het deed mij meer naar Jezus hijgen, die mijn ziel alleen bekoort. Het spreekt natuurlijk van enorme eenzaamheid, hè? Want het woord eenzaam komt steeds terug in het gedicht. Ik denk dat ze zich heel erg alleen heeft gevoeld. Maar dat zij toch ook in die strijd die ze gevoerd heeft, het haar gelukt is om rust te vinden met haar verdriet. En dat ze het heeft kunnen overgeven. Als ik ook kijk naar haar foto, dan denk ik van, het is geen gebroken vrouw. Maar iemand die berusting heeft gevonden. Ik vind het heel erg ontroerend, ook omdat er, het is hele directe taal. En het verhaal, het vertelt het verhaal van een zeeramp waar toch vrij weinig over bekend is. Ook eigenlijk uit het collectieve geheugen is verdwenen van de meeste Urkers. Je wordt teruggenomen in de tijd. Hè? Dus je voelt echt die ontreddering van die Urkers op dat moment. Eenzaam kon ik best verlangen naar mijn eeuwig hemelshuis. Eenzaam zingen lofgezangen, vrij van al dat aards gedruis. Onmiddellijk na de ramp, dan waren de vrouwen natuurlijk aan het wachten, hopend dat hun man hun familielid het overleefd had. Iedereen kende elkaar en wanneer zo'n ramp zich voltrok, dan bleef het toch zo'n hele gemeenschap. Daar was gewoon het mes in gesneden eigenlijk. De inkomsten vielen weg, dus ook de economie stortte in van zo'n eiland als Urk. Ja, vervolgens gingen bij heel veel huizen de lakens voor de ramen. En gingen die vrouwen in de rouwdracht. Dus er wordt wel gezegd van er viel dan een deken over het dorp. Dus er was een collectieve rouwfase die zowel de families, maar ook de kerk en de gemeente, die moesten daarmee in het reinen komen. Grijsaards, mannen, jongelingen werden hier als weggescheurd. Het is een ramp naar s'mensen heugen.
op ons eiland nooit gebeurd. Ruim 4 jaar na die ramp is ze getrouwd met Klaas Kofferman. Hij was ondermeester en hij had zelf zijn vrouw 2 jaar daarvoor verloren. Hij had ook een kind verloren, dus ik denk dat ze elkaar gevonden hebben in dat gezamenlijke verdriet. Ik vind ook als je naar de foto van hun twee kijkt, dat het echt twee mensen zijn die zich allebei in hun verdriet hebben kunnen berusten en die elkaar daarin ook hebben kunnen troosten en helpen. Dus ik denk dat zij toch op latere leeftijd nog een heel gelukkig huwelijk hebben kunnen sluiten. We weten niet hoe ze met elkaar in contact zijn gekomen. Maar de vrouw tegen het lijf, die later zijn tweede vrouw zal worden. En zij had zelf ook een gedicht geschreven. Dus dat is heel bijzonder eigenlijk hoe dan zo'n twee personen elkaar ontmoeten die allebei de gave van het dichten hadden. Mocht deze ramp het medelijden der gegoeden in ons land voor de weduwe gaande maken, tonen dit met milde hand. Het gedicht is gepubliceerd en het bereikte daarmee ook een veel groter publiek. Het bereikte zelfs koning Willem III. Door die publicatie begonnen mensen in het hele land ook gul te geven aan die Urker gemeenschap. En zelfs zo gul dat er een steunfonds kon worden opgericht. Waardoor jaren later nog steeds weduwen geld konden ontvangen. Dit is een boek uit het archief van de Thesaurie. En dit is het jaarverslag, als je het zo zou kunnen zeggen, algemene rekening en verantwoording over het jaar 1868. Dus alle uitgaven en inkomsten van de koning staan hierin, zijn privéuitgaven. Dan vinden we hier op 11 juni 1868 het bedrag van 250 gulden. En dat is gegeven aan de commissie te Urk, tot inzameling van giften ten behoeve der nagelaten betrekkingen van de verongelukte bemanningen van 8 visserschuiten aldaar. Dat dit gedichtenbundeltje is verschenen en waarvan de opbrengsten ten goede kwamen aan de nabestaanden. En dat sprak hem zeer aan. Dus het zal hem zeker beroerd hebben, dat kan haast niet anders. Maar in welke mate, in hoeveel manier, kunnen we natuurlijk niet achterhalen. In mei 1868 had de koning dat nieuws al gehoord. En die heeft dan ook een donatie gedaan aan die Urker gemeenschap. En later is nog een aanbiedingsbrief met een boekje gestuurd als bedankje voor die donatie. Aan zijn majesteit den koning, sire, bewogen met het lot der diep bedroefde weduwen en wezen die haar mannen en vaders in den storm van den 28e april verloren hebben, zo heeft het de ondergetekende, uwer majesteits gehoorzame dienaar, eene poging gewaagd om deze voor ons eiland zo treffende ramp in enige dichtregelen te beschrijven. De menigvuldige blijken van deelneming door uw majesteit ten allen tijde gegeven, inzonderheid bij verliezen van goed en bloed, als ook den wens iets tot leniging die rampen bij te dragen en een traan te helpen drogen, van uw majesteit de zeer gehoorzame en onderdanige dienaar K. Kofferman. Het is een historische sensatie. Dat is eigenlijk het begrip wat je hierbij zou kunnen hebben, dat je even heel dichtbij bent bij die ene gebeurtenis, die ene ramp. Dan gaat toch je, en dat moet geschiedenis ook doen, je fantasie werken. Dat ga je proberen je voor te stellen.
Een vreselijke storm, schepen die niet meer terugkomen, de emoties die hoog hebben moeten oplopen. En dan het besef dat ze niet meer terugkeren. Ja, dat is die historische sensatie, is de emotie. Geschiedenis is emotioneel, maar ook actueel, want we zijn er nu mee bezig. Hè? We zijn er vandaag de dag mee bezig. En dat maakt het zo mooi. En dit is het antwoord, althans, die namens de koning aan de heer Kofferman is verzonden. Zijne majesteit, de koning, gelast mij dank over te brengen voor de aanbieding van het bij uw brief aangeboden exemplaar der door u geschrevene dichtregelen, wier weldadig doel zijne majesteit zeer waardeert. 26 onze vissers lieten het leven in de zee. De anderen kwamen door Gods goedheid, allen op behouden ree.